Aanslagen met dodelijke slachtoffers in Brussel. In Nederland worden de veiligheidsmaatregelen direct aangescherpt. Ook op Arnhem Centraal. Goedenavond. Drie locaties samen goed voor 900 vluchtelingen. De gemeente Ede heeft bekendgemaakt waar in Ede en Lunteren de opvang moet komen. En het Vrijheidsmuseum was al een tijd van de baan, maar het denken is niet gestopt. De Vazem in Nijmegen wordt nu misschien wel een kunstdepot. Extra politiepatrouilles op station Arnhem Centraal vandaag. Een direct gevolg van de terreuraanslagen in Brussel, die inmiddels zijn opgeëist door IS en waarbij tientallen doden en gewonden vielen. De marechaussee in Gelderland is opvallend en onopvallend actief. Aan het einde van de ochtend verschijnen er rondom het station politieauto's bij de ingangen. Agenten trekken kogelwerende vesten aan. Om de veiligheid van passagiers zoveel als mogelijk te garanderen, worden op grote treinstations van dit soort extra patrouilles gehouden. In Arnhem gebeurt dat omdat hier internationale treinen rijden, zoals deze ICE die vanuit Duitsland komt. Meneer, u komt net uit de ICE. Er lopen agenten hier over het station met kogelvrije vesten aan. Speciale maatregelen. De maatregelen zullen alles met Brussel te maken hebben. Is in principe preventief, hoop ik, maar in ieder geval een hele goede zaak. Ja, geeft het een veiliger gevoel? Nauwelijks, maar niks doen is nog minder veilig qua gevoel. Dus ik vind alle hulp en alle beetjes helpen, absoluut. Ja, de Nijmeegse lobbyiste voor de provincie Gelderland, Vivian Stribos, woont en werkt in Brussel. Haar kantoor bevindt zich vlakbij het getroffen metrostation Maalbeek. Collega's op kantoor waren getuigen van de nasleep van de aanslag. Maar zelf had ze ook een van de slachtoffers kunnen zijn, vertelt ze via Skype. Het komt wel heel erg dichtbij. Ik had een van die 10 doden kunnen zijn op het metrostation. Als ik niet had besloten toevallig nog even eerst naar huis te gaan. Er waren een aantal collega's waren aanwezig en die hebben nadat het gebeurde, in ieder geval de bomaanslag op het station, hebben dus ook gezien vanuit het kantoor dat gewonden en ook doden zijn binnengedragen aan het tegenovergelegen Ton EU Hotel. Dat is zeker afschuwelijk. Ja, Vivian Stribos heeft de hele dag binnengezeten in haar appartement. Want dat was het advies wat mensen in Brussel hadden gekregen. Maar inmiddels is het bericht weer uitgegaan in Brussel dat mensen weer naar buiten mogen als ze dat willen. Wethouders en fractievoorzitters uit Renkum praten op dit moment over burgemeester Jean-Paul Gebbe. Vorige week ging hij met zijn zoon stappen op de Arnhemse Korenmarkt. Gebbe was aangeschoten terwijl hij die avond ook bereikbaarheidsdienst had. Eerder vandaag overlegden de wethouders en fractievoorzitters hierover met commissaris van de Koning Cornelje. Als er ontwikkelingen zijn, dan lezen we die op onze website gld.nl. Ede kiest voor een AZC op 3 locaties met in totaal 900 mensen. Dat maakte de gemeente vandaag bekend. Ondanks de weerstand die er is daar, wil de gemeente toch opvang bieden. Op wat de hoofdlocatie moet gaan worden, staat verslaggever Annemieke Schakelaar. Ja, Annemieke, hoe is het nieuws daar gevallen? Nou, er was opluchting bij de 2 locaties die ook in beeld waren en die het niet zijn geworden. Maar bij de 3 locaties die het wel zijn geworden, is niet met blijheid gereageerd. En dan gaat het om 2 terreinen in Lunteren. Recreatiepark De Houtsberg en de camping De Braamhorts. En om dit terrein is een leegstaande zorginstelling, De Klinkenberg in Ede. Ja, en daar zijn ze allemaal bang voor overlast, voor waardedaling. Dus is echt op alle 3 de plekken met teleurstelling gereageerd. Ja, ik ben ontzettend geschokt. Ik had het echt niet verwacht. Dit is Europees natuurgebied voor een groot deel. Dus inspreken, actie, wat staat er op het spel?
Nou, we gaan sowieso onze stem laten horen. We gaan, ja, actie, we houden niet van ordinaire acties. Ik bedoel, we willen het gewoon netjes houden. Dat moet toch ook te doen zijn. Maar dat moet niet betekenen dat ze ons niet willen horen. Nou, toch de enorme impact die het heeft op de wijk. Ja, als we kijken naar de toename van verkeersdrukte. Het zit veel te dicht op de bestaande bebouwing. Je krijgt hier heel veel verkeer, zowel gemotoriseerd als ook gewoon niet gemotoriseerd verkeer. Als je kijkt naar gewoon bijvoorbeeld ook de parkeergelegenheid is hier vrij beperkt. Als je ziet hoeveel personeel er in zo'n asielzoekerscentrum al zit. Ja, Annemieke, waarom kiest de gemeente toch voor zo'n ruime opvang, ondanks de weerstand die er is daar in Ede? Omdat de gemeente vindt dat het een bijdrage moet leveren aan het probleem dat Nederland heeft. Namelijk die enorme toestroom van vluchtelingen. En de gemeente, met name de burgemeester, zei... ja, die dreigementen die er de laatste tijd geuit zijn... bijvoorbeeld in Lunteren en in het grote protest in Otterlo... dode varkens, dreigementen aan het adres van de burgemeester... daar wijk ik niet voor. Maar hij zei ook, ik luister echt wel naar de bezwaren die de mensen hebben. En daarom kies ik ook niet voor wat in een onderzoeksrapport is gekozen... 1200 mensen. Ik kies voor 900. 4 op deze locatie en 300 en 200 op de terreinen in Lunteren. Dus ik heb echt wel geluisterd, maar die 900 asielzoekers die hebben het hard nodig, die opvang. Ik zou blij zijn voor de mensen waar we het om doen. Want in dit debat mis ik vooral dat menselijke element. Het gaat om mensen, het gaat om gewone mensen zoals u en ik. Die hier niet uit wilde naartoe zijn gekomen. Die willen we heel graag huisvesten. En ik zou heel blij zijn als die mensen daar een plekje hebben in onze Edense samenleving. Nou was Otterlo een paar maanden geleden nog een perfecte locatie voor de opvang van 600 asielzoekers. En nu staat hij niet eens tussen die drie. Ja, daar is heel hard geroepen. Ja. Heeft dat zin gehad? Nou, wat vooral zin heeft gehad is dat we nu een veel bredere keuze hadden als één locatie. En we hebben nu bijna 140 locaties onderzocht. Uiteindelijk zijn er een stuk of 6 overgebleven. 5 daarvan die hebben we nader onderzocht. Dus onze keuzemogelijkheden waren opeens veel groter. En dan kom je tot locaties die eigenlijk nog veel beter zijn als dat Otterlo is. Otterlo is nog steeds als een asielzoekerscentrum een goede locatie. Alleen als je mag kiezen tussen andere mogelijkheden, dan kan de keuze wel eens op een ander komen. Maar de race is nog niet gelopen. Er is nog inspraak mogelijk. En ik heb van verschillende locaties al omwonenden gesproken die zeggen... we gaan vanavond nog bij elkaar komen om acties voor te bereiden. We houden het netjes, maar we gaan onze stem laten horen. En uiteindelijk moet de gemeenteraad nog beslissen hierover. Goed, Annemieke Schakelaar en Ede, dankjewel. Ja, u hoorde het net al, in Ede beramen zich op acties, maar willen ze het netjes houden. Maar het bekendmaken van locaties voor opvang gaat ook wel eens gepaard met rumoer. Tegenstanders van opvang van asielzoekers grijpen nogal eens naar grove middelen... om te laten weten dat ze het er niet mee eens zijn. Bedreigingen, intimidaties en verstoringen van vergadering. Het Openbaar Ministerie is dat zat en dreigt nu met harde straffen. Voorzitter, ik onderbreek u even... Ik zou u willen verzoeken even hier te blijven zitten tot wij hier naar buiten gaan. Ja. Een raadsvergadering over opvang van asielzoekers in Geldermalsen veranderde in een chaos. Het Openbaar Ministerie waarschuwt alvast dat als een vergadering weer wordt verstoord, raddraaiers streng worden aangepakt. We willen een extra waarschuwing meegeven aan de mensen. Van hou er rekening mee dat we streng zullen optreden. Dat we ook daar de grenzen bij zullen opzoeken. En ook zullen kijken of we iemand kunnen voorgeleiden en hem in hechtenis kunnen houden. Het OM komt met deze waarschuwing omdat de verwachting is dat er de komende maanden weer de nodige raadsvergadering of bijeenkomst over opvang asielzoekers zal plaatsvinden. En als dat niet kan doordat ze bedreigd worden, dan willen we ook dat mensen weten dat daar in de zittingszaal een 2 keer zo hoge straf voor wordt geëist. Na de rally Geldermalsen zijn er tientallen mensen opgepakt. Zo'n 14 moeten zich voor de rechter verantwoorden. De zaak tegen deze relschoppers dient binnen enkele maanden. Daarnaast zijn er nog de nodige zaken in behandeling die te maken hebben met bedreigingen of belediging van ambtenaren, wethouders en burgemeesters. Het OM wil dat iedereen zijn mening moet kunnen geven. En wie het maatschappelijk debat met geweld of intimidatie verstoort, het OM wil ze hard aanpakken. We willen echt dat het publieke debat gewoon zijn loop moet hebben. In veel plaatsen is het een eeuwenoude traditie, het paasvuur. Maar ook de regels voor paasvuren worden strenger en daar wordt het enthousiasme niet groter van. Zo gauw je er niet bij mag staan met een drankje en dat is juist de gezelligheid, dan krijg je mapperende mensen.
De gemeente Nijmegen is bereid om het beslag op slachthuis en vleeshandel Hilkman deels op te heffen. Daardoor zou het bedrijf de salarissen over maart kunnen betalen. Slachterij Hilkman maakte vorige maand bekend te sluiten. De gemeente Nijmegen legde daarna beslag op de bezittingen omdat het bedrijf 21 miljoen euro had gekregen om te kunnen verhuizen naar Brabant. De gemeente wil nu een deel weer vrijgeven zodat de salarissen kunnen worden betaald. Mensen die in vaste dienst zijn en die dus volgens de regels daar het geld recht op hebben, daar zullen we aan meewerken. De gemeente Nijmegen spant wel een kort geding aan tegen Hilkman om zoveel mogelijk van die miljoenen terug te krijgen. Er komt waarschijnlijk één regionaal depot voor archeologische vondsten en kunstwerken. Dat willen Museum Arnhem, Museum het Valkhof, beide gemeenten en de provincie. Een van de mogelijke plekken is de Vasim in Nijmegen, waar sinds 2002 cultureel ondernemers en kunstenaars gebruik van mogen maken. En die zijn niet zo blij met die plannen. De onzekerheid over het lot van de Vasim hangt de gebruikers al 14 jaar boven het hoofd. Ze zitten hier nog altijd tijdelijk en durven daarom geen investeringen voor de lange termijn te doen. Vanaf 2012 was de Vasim in beeld voor het Vrijheidsmuseum. Maar eind 2014 werden die plannen afgeblazen. Ja, stiekem waren we toch blij dat we in het pand konden blijven. De gebruikers hadden zelfs positieve gesprekken met de gemeente over hun toekomstmogelijkheden in dit gebouw. Maar die gesprekken vielen afgelopen zomer een beetje stil. Ja, nou komt er opeens weer een ander plan voor het Vasimgebouw uit de Hoge Hoed. Wat de voorkeur van de gemeente Nijmegen krijgt boven een invulling in de creatief-culturele hoek. Lekker dan. Ja, daar staan we weer. Ik kan begrijpen dat de huidige gebruikers niet staan te juichen. Maar het is ook niet zo dat het morgen weg is en dat ze weggevaagd zijn. Ze hebben ook hun positie. De Zwarte Cross biedt werk aan meer dan 40.000 mensen. Dat heeft de organisatie van het festival bekendgemaakt. De Zwarte Cross huurt 8.000 mensen rechtstreeks in. Dat zijn bijvoorbeeld barmensen, muntenverkopers en medewerkers van de technische dienst. Verder werken 4.000 muzikanten en artiesten tijdens het festival. En 26.000 mensen werken via andere bedrijven voor de Zwarte Cross, zoals leveranciers, cateraars en stuntmannen. Met de auto de stad in op dagen dat de Giro d'Italia Nijmegen aandoet. Dat is geen slim plan. De wielerkaravaan zorgt voor veel afsluitingen van wegen. 7 en 8 mei, maar vooral zaterdag 7 mei is Nijmegen roze en in de ban van de fiets. Voor de auto is er dan even geen of minder plek. Het wordt wel pittig, hè, als je net op dat moment weg wil. Ook de dagen ervoor is er hinder voor het verkeer in verband met opbouwwerkzaamheden. Op zaterdag of zondag met de auto naar het centrum van de Waalstad rijden wordt door de gemeente nadrukkelijk afgewezen. Ik zou het niet aanraden en het is zeker geen slim plan. En ik zou alleen adviseren als het echt noodzakelijk is of als je echt per se op dat moment wil om dan die keuze te maken. Het Keizer Karelplein, de Singels en beide bruggen over de Waal voor langere of kortere tijd afgesloten voor alle verkeer. Toch moet dat volgens de organisatoren geen problemen opleveren. Ik verwacht geen verkeersinfarct. Ik verwacht wel drukte en ik verwacht wel vertraging. Maar ik verwacht geen verkeersinfarct. Het is geen vierdaagse met een 250.000 bezoekers. Maar aanzienlijk kleiner dan dat. Een flinke bult takken bij elkaar en boomstronken tot wel 10 meter hoog stapelen. En dan de fik erin. Een eeuwenoude traditie met Pasen. Maar paasvuren moeten aan steeds meer veiligheidsregels voldoen. In IJzerlo zijn ze die regels zat en daar stoppen ze nu met het paasvuur. ...29 jaar lang was er een groot paasvuur in IJzerlo. Maar dit jaar niet. Organisator Joke Rusing stopte ermee, omdat ze vindt dat de overheid te veel regels oplegt. Je mag niet meer vlak om het paasvuur staan. En dat vonden wij eigenlijk heel erg jammer. Want wat wij dachten is dat zo gauw je er niet meer bij mag staan met een drankje. En dat is juist de gezelligheid. Dan krijg je mopperende mensen. En het volgende jaar komt er helemaal niemand meer. Dus dat wilden wij gewoon voor zijn. Een eindje verderop in Dijkhoek bouwen vrijwilligers wel een groot vuur. Al 64 jaar lang. We zijn begonnen met takkenbossen maken voor het paasvuur hier in de Dijkhoek. Ook zij moeten zich aan heel wat regels houden. We moeten zorgen dat het publiek op voldoende afstand blijft van de paasvuur. We moeten zorgen dat
wanneer de meeste gloed eruit is, dat we bouwhekken omheen plaatsen, zodat mensen niet in het vuur kunnen lopen de volgende dag. De overheid wordt steeds strenger, merken ook zij. Je hebt natuurlijk te maken met steeds meer regelgeving, maar wij weten het nog steeds voor elkaar te krijgen om met een grote groep vrijwilligers een paar vuur te maken hier in Dijkhoek. Hoe kan het dat jullie het wel lukt? Ja, noem het gezellige club. En die gezelligheid die komt over een jaar ook wel weer in IJzerlo. Al is het niet meer met een paasvuur. Wij gaan op de boerderij wat leuks organiseren. En waarschijnlijk, we moeten net nog helemaal het concept ontwikkelen. Maar we hebben al 1000 plannen, dus het gaat erg leuk worden. De bibliotheek van Neede krijgt een nieuw onderkomen in het centrum. Maar om in de bibliotheek te komen moet je eerst door een boekhandel heen. Een enige samenwerking dus. Deze week is de verhuizing. Vrijwilligers hebben afgelopen weekend de meeste spullen al ingepakt en de boeken in speciale karren gezet. Vrijdag moet alles weer terug. Ja, dan is het terug. Vandaag gaan de eerste boeken naar het pand in het centrum. Na 45 jaar verhuisde Biep naar een nieuw onderkomen. Een pand naast boekhandel Kramer. En nee, dat is geen concurrentie. Wat is er mooier dan iemand die een boek gelezen heeft en zegt, ik wil het ook wel hebben. Die het vervolgens daar gewoon kan bestellen en kopen. Of iemand die een boek zoekt en het is er niet en het bij ons kan aanvragen. Inmiddels wordt in de nieuwe Biep flink geklust om alles klaar te krijgen. Leden kunnen straks via de boekhandel de Biep in. Ja, stevig. Ja. Oh, even aan beide kanten ventilatie. Ja. De Biep kan daardoor ondanks bezuinigingen vaker open zijn. Jeroen Kramer fungeert als huismeester. Er is 's morgens lampen aan, alarm eraf, koffiemachine aan. Dat soort werk. Ook hij ziet alleen maar voordelen in de samenwerking. Ook voor de Biep. Ik was vroeger altijd lid. Misschien word ik wel weer opnieuw lid. Op 1 april zijn deze kasten weer gevuld en gaat de nieuwe bibliotheek open. Ja, het was vandaag weer bewolkt met zo nu en dan een beetje zon. En de vraag is, breekt die zon binnenkort wat vaker door? Jordi Bloem. Nee, voorlopig niet. We moeten het steeds hebben van ja, geluksopklaringen tussen de vele wolkenvelden door. Ook bij zonsopkomst zo'n geluksopklaring hier in de Betuwe. Met trouwens nog steeds weinig wind in Gelderland. En ook de eerstkomende dagen blijft het rustig. Vanaf vrijdag hebben we te maken met een andere windrichting. Zuidwestelijke winden. En uiteindelijk trekt dit front naar ons toe met op Goede Vrijdag regen. Maar voor het zover is hebben we nog steeds een noordelijke stroming met veel wolkenvelden vanaf de Noordzee. Vandaag de meeste opklaring in de hoek van Zeeland, dus een end van ons vandaan. Bij ons een paar gaatjes in het wolkendek, maar meer was het niet. Komende nacht blijft het veelal bewolkt. Nog steeds kan er af en toe eens een buitje vallen, maar het droge weer overheerst. Het wordt 4 tot 5 graden. En ook morgen is het in eerste instantie overwegend bewolkt. Verspreid in de provincie kan nog een spatterbuitje vallen. Maar in de loop van de middag, denk ik, gaat het vanuit Duitsland opklaren. Dus allereerst in de Achterhoek verschijnen daar brede opklaringen en kan de zon zich laten zien. 'S Middags wordt het een graad of 9. Er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. Nou, in de nacht naar donderdag is het overal opgeklaard. Vrij koud, het koelt af tot rond het vriespunt. Er ontstaan denk ik ook mistbanken. Donderdag overdag raakt het weer bewolkt. Het blijft overwegend droog en het wordt 10 graden in de provincie. En Goede Vrijdag passeert dan het front met wat regen. Nou ja, misschien wel meer dan wat regen. 10 graden. Zaterdag wordt het tijdelijk beter. Enkele brede opklaringen wellicht. De zon laat zich zien. En dan stijgt de temperatuur tot maar liefst 14 graden. Een vleugje lente. En dit was Gelderland Vandaag en daarin zag u onder meer dat na aanleiding van de aanslagen in Brussel vanmorgen ook in Arnhem extra veiligheidsmaatregelen zijn genomen. Op Arnhem Centraal werd extra gepatrouilleerd door agenten met kogelwerende vesten. Meer nieuws, bijvoorbeeld over de uitkomst van het gesprek over burgemeester Gebbe van Renkum, vindt u op onze site gld.nl en ook op onze app. Ik wens u nog een fijne avond.